Drie helden die vorig jaar een vrouw redden uit de handen van een gewapende man, ontvangen nu een bijzondere onderscheiding. Op 13 september 2022 voor het Van der Valk Hotel in Lent speelde zich een angstaanjagende situatie af. Een 23-jarige man bedreigde zijn vriendin met een wapen. Het leven van deze vrouw hing aan een zijden draadje en op dat cruciale moment waren er drie helden in de buurt die te hulp schoten. Woensdagmiddag werden zij beloond voor hun heldendaad. Door hun snelle actie eindigde het incident veilig en is de schutter gearresteerd. De Kannergie Heldenfonds heeft de helden erkend en beloond met medailles, uitgereikt door de geredde vrouw en de burgemeester. Als je afgaat op iemand die met een pistool en zwaai en ook heeft getoond te schieten, een van de helden is ook geraakt door een kogel. Je wilde niet denken wat er had kunnen gebeuren. En wat ik ook heel bijzonder vond, dat het slachtoffer, Sjoerd, er ook zelf bij is. Dat vond ik wel dapper. Met behulp van een tolk hebben de helden en de geredde jonge vrouw met elkaar gesproken. Ook haar familieleden hebben hun dankbaarheid geuit jegens deze drie helden. Ik vind het vooral goed dat er wel aandacht besteed wordt aan hoe je met dit soort conflicten omgaat. Als die in de openbare ruimte gebeuren, dat je daar gewoon niet alleen zit te filmen, maar gewoon ook denk toch je eigen verantwoordelijkheid neemt en iets doet of zo. Ja. Ja. Dus ik zou het weer doen, dus dat kan een keer gezegd. Dus. Het verbaasde mij dat iedereen dus met een telefoon stond te filmen en juist niemand handelde. En op basis daarvan heb ik gehandeld naar eer en geweten en gelukkig met een goede afloop. Maar ik denk dat wij alle drie, tenminste ik voel mij geen held. Ik voel me gewoon iemand die zijn plicht heeft, zich aan zijn plicht heeft voldaan. Ik hoorde u zeggen dat u ook naar de rechtszaal gaat. Klopt, ja. Ja, daar heb ik inderdaad van gehoord. En ik had ook gevraagd of ik daar ook naartoe mocht gaan. Het is een openbare rechtszaak. En ik vind het niet alleen interessant om daar ook bij te zijn. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk dat ik weet dat degene die dat gedaan heeft ook berecht wordt. En hoe die berecht wordt. En wat voor informatie daarbij hoort. Ja. Het was in heel veel opzichten een mooie, bijzondere bijeenkomst. Kijk, een goede daad verrichten, goed werk doen voor anderen, daar kun je ook een leentje voor krijgen, dat is heel mooi. Maar dit is nog net even iets anders. Hier stel je jezelf in het risico, zelfs je leven in de waagschaal. En dat maakt het wel echt heel, heel bijzonder. Dus, dat vraagt gewoon lef. Het was een bijzondere dag deze woensdag voor de 11-jarige Siem uit Beuningen. Het afgelopen jaar was hij de kinderburgemeester van zijn gemeente en heeft hij zich ingezet voor een aantal mooie initiatieven. Inmiddels heeft hij het stokje al overgedragen aan zijn opvolger, maar één van zijn belangrijkste projecten moest nog worden onthuld. In Beuningen hoort iedereen erbij. Om dit uit te dragen is er afgelopen week een regenboogpad aangelegd op het Mauritsplein. 1, 2, 3. Het is een wandelpad en het is aangelegd omdat het een idee was van onze kinderburgemeester die het belangrijk vond om in Beuningen te laten zien dat iedereen erbij hoort. Over de locatie van het pad is goed nagedacht. Het is het centrum van Beuningen. Het is een plaats waar het verkeer niet erg afgeleid wordt, terwijl het toch tegelijkertijd heel zichtbaar is, maar niet een plek waar heel veel verkeer overheen gaat, zodat het enorm snel slijt. Dus een plek die goed zichtbaar is, midden in Beuningen, zonder dat het binnen de kortste keren helemaal verkleurd is, zodat het veel gebruikt wordt. De aanleg van het pad liep enige vertraging op vanwege het slechte weer. Het is wel zo dat we goed hebben moeten kijken wat voor materiaal je gebruikt. En we hebben moeten wachten op droog weer, want het is een hele natte, koude zomer geweest. En in een natte, koude zomer is het moeilijk om te zorgen dat je verf hebt die goed en snel droogt. Dus dat is eigenlijk het grootste obstakel geweest. Ondanks dat Siem inmiddels geen kinderburgemeester meer is, mocht hij het pad, dat zijn initiatief is, nog wel officieel openen. Nou, ik was aan het denken hoe we in Beuningen aan het iets konden laten zien dat we iedereen hier welkom is en alles. En ja, toen bedacht ik dit. Ik denk dat het heel goed gaat doen dat iedereen gewoon kan zien dat, ja, dat iedereen welkom is. En ik hoop ook dat dat in de echte wereld ook gaat gebeuren. Hey.
Het COA wil dat de noodopvanglocatie in Malden langer open blijft. Het kamp aan de Sint-Jacobsweg dat ruimte biedt aan 800 vluchtelingen zou oorspronkelijk tot 1 december open blijven. De opvangorganisatie wil nu dat de locatie een half jaar langer open blijft. Hiervoor is een verzoek ingediend bij de gemeente Heumen. Op 26 oktober wordt er een besluit over genomen. Woensdag verscheen de verdachte voor de rechter van de steekpartij die in augustus plaatsvindt op de kermis in Zetten. De 23-jarige man wordt verdacht van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Een ruzie op de kermis mondde namelijk uit in een steekincident. De rechter heeft echter nog geen vonnis uitgesproken, omdat deze eerst zelf de camerabeelden van het incident wilt zien. Voor de officier van justitie was een omschrijving van de beelden door de politie eerder al voldoende, maar de politierechter gaat hier niet in mee. Op 26 september wordt de zaak voortgezet. Vrijdagavond gaat de Wiegense kermis weer van start. Vanaf 7 uur 's avonds staat er weer tientallen attracties op de Kasteellaan en het Marktplein. Voor de jonge bezoekers zijn bij de opening ook de mascottes Bing en Sula aanwezig en is er op de maandag een speciale kindermiddag. De kermis is vrijdag geopend van 7 tot 1 uur 's nachts, zaterdag al vanaf 1 uur 's middags en zondag tot en met dinsdag van 1 tot middernacht. Dinsdag is tevens de laatste dag van de kermis. De Groesbekers die het nog met hun eigen ogen hebben gezien waren destijds kinderen. Daarom roept Groesbeek Airborne vrienden op om de verhalen over de oorlog te delen, juist nu het nog kan. Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat operatie Market Garden van start ging in deze regio. En in Groesbeek gaan we daar volop aandacht aan besteden. En we hopen dat de laatst levende veteranen daarbij aanwezig kunnen zijn. Dat worden er steeds minder en ze zijn stokoud. Een van die mannen is Gene Metcalf, inmiddels 100 jaar oud. I think I'm the only guy in the company anymore. I was the last one out, and we're right there on our drop zone, on the Groesbeek, and we're right next to their ritual forest there. Maar ook als er geen veteraan meer over is, blijft het om meerdere redenen zinvol om te herdenken. Dat blijven die familieleden komen. Ja, dat is één ding wat vaststaat. En niet alleen de veteranen zijn op hoge leeftijd. Dat geldt ook voor Gelderse ooggetuigen. We roepen de Groesbekers op, die oorlog hebben meegemaakt, hè, die destijds 7, 8, 9, 10 jaar zijn, om hun herinneringen van toen met ons te delen. Je verhaal, je oorlogsverhaal als kind met ons wil delen. Nu kan het nog. I'll never forget it. And you Dutch people are dear, very, very, very dear to my heart. And I think of you guys every day. God bless you. Thank you for thinking of me. Dan kijken we weer even naar de berichten op de sociale media. Wijkagent Nijmegen Centrum plaatst donderdagochtend een bijzonder bericht op Instagram met de titel De meeste mensen deugen. Een 18-jarige jongen uit Nijmegen heeft onlangs namelijk een portemonnee gevonden met daarin een geldbedrag van €450. Hij bracht deze keurig naar de politie, waarna bleek dat deze van een dakloos persoon was. Deze persoon had zijn leefgeld van meerdere weken opgespaard om tot dit bedrag te komen. De portemonnee is uiteindelijk weer teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar. Stadspartij Nijmegen laat in een bericht weten tegen de plannen van het college te zijn om aan parkeren in de benedenstad een prijskaartje van €30 per dag te hangen. Het college wil hiermee de overlast rondom het Joris Evensplein tegengaan, maar volgens de stadspartij gaat dit niet werken. Ze vinden de maatregel dan ook te ver gaan. Samen met de VVD werkt de partij nu aan een voorstel om parkeren in de avond en nacht alleen voor vergunninghouders in te voeren op deze locatie. En de gemeente Wijchen laat weten vandaag de Nederlandse vlag half stok te hebben hangen bij het huis van de gemeente. Dit voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Ook roepen zij op om geld te doneren aan het Rode Kruis voor hulpverlening in het getroffen gebied. Met zo'n 21 graden in de regio en veel zon was het vandaag toch eigenlijk een heel prima dagje. En het gaat ook alleen maar verder de goede kant op. Vanavond en vannacht koelt het eerst wel flink af tot zo'n 9 graden. Morgen gaat het kwik weer langzaam omhoog en wordt het uiteindelijk zo'n 24 graden. De zon is daarbij volop aanwezig en er staat slechts een zwakke wind.
Zaterdag en zondag kunnen we nog een laatste keer afscheid nemen van de zomer. Het wordt dan maximaal 26 graden en er is volop zon. Ook maandag houdt dit nog even aan, maar in de loop van die dag wordt de kans op een regen- of onweersbui ook groter. Vanaf dinsdag is het gedaan met de zomer en wordt het weerbeeld buiiger, winderiger en koeler. Tot zover het RN7 regionieuws van donderdag 14 september. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op rn7.nl en volg ons ook even op Facebook, X, Instagram en YouTube. Wij zijn morgen weer bij je terug, dus graag tot dan.